Vandaag beginnen we het weerbericht net even anders dan jullie van ons gewend zijn. In korte broek namelijk. En daarmee vragen wij aandacht voor de korte broekenactie van Kika. Maar of het vandaag ook weer is om je korte broek aan te trekken, dat is nog maar de vraag in december. Maar daar vertel ik je meer over in het weerbericht. Na een paar rustige en droge dagen met fraai winterweer wist vanochtend een regengebied ons land weer te bereiken. Hier het radarbeeld van de afgelopen uren. We zien dat regengebied vanuit het westen zich over het midden en vooral over het noorden van het land uitbreiden. En door dat winterweer van de afgelopen dagen was de bodem nog behoorlijk koud. En zodra die regen dan op zo'n bevroren ondergrond valt, dan krijg je plaatjes zoals deze. Deze foto kreeg ik uit Assen toegestuurd. Een ijslaagje op de stoepen en dat leverde op veel plaatsen dan ook verraderlijke gladheid op. Ten zuiden van het regengebied bleef het droog en was af en toe nog een waterig zonnetje te zien, maar ook daar veel bewolking in het weerbeeld. Dat regengebied komt in het weermodel nog terug. Die zien we hier boven het noorden van het land liggen, maar die gaat geleidelijk wegtrekken. En vanavond neemt dan in het hele land de kans op een beetje regen toe. En we hebben dan met een zuidwestelijke stroming te maken en die voert zachte lucht aan. Maar tijdens het weekend weet koude lucht vanuit Duitsland ons land weer te bereiken. En die grens lijkt nu eigenlijk pal boven Nederland te komen liggen. En dat brengt dus ook grote regionale verschillen mee voor de kerstdagen. In het noorden waarschijnlijk kouder, terwijl het zuiden van het land zich dan overwegend in die zachte lucht bevindt. En dat heeft ook impact op het type neerslag en ook eventuele gladheid tijdens de kerstdagen. Een interessante situatie dus om de komende tijd in de gaten te houden. Vanmiddag heeft het noorden van het land dan eerst nog met dat regengebied te maken. Dat trekt geleidelijk weg en die temperatuur zit ook in de lift. Dus van gladheid is dan geen sprake meer. In het zuiden van het land is het droog en ook wat zachter met zo'n 5 of 6 graden. En dan kan de zon af en toe nog even doorbreken. In het noorden is het zo'n 2 of 3 graden, maar die temperatuur krabbelt geleidelijk nog wel wat verder op. En er waait een matige wind uit het zuidwesten daarbij. Niet echt lekker weer dus om je korte broek vandaag aan te doen. Vanavond valt er dan verspreid over het land wat regen. Er zit veel bewolking in het weerbeeld en die temperatuurstijging zet nog wat verder door. Vannacht is het dan ook behoorlijk zacht met zo'n 6 tot 9 graden. Het is dan wel overwegend droog met veel bewolking in het weerbeeld. En morgen overdag verandert daar eigenlijk heel weinig aan. Het is zacht voor december met op veel plaatsen een graad of 9. Verspreid over het land valt dan wat lichte regen en daarbij waait er een matige wind uit het zuidwesten. Aan zee kan het soms vrij krachtig waaien, een 5 Beaufort. Tijdens het weekend dus die dynamische weersituatie met die grens tussen de koude en de zachte lucht. We zien het hier ook in de weersymbolen terug. Een mix van regen en ook wat winterse neerslag, afhankelijk dus van waar die grens precies komt te liggen. En met temperaturen zo rond het vriespunt kan dat ook weer verraderlijker gladheid opleveren. En als we dan naar de dagen na kerst kijken, dan zit die temperatuur geleidelijk weer wat in de lift. Maar de weerpluim laat wel de nodige onzekerheid zien. Dus het is nog niet in beton gegoten, die temperaturen voor na de kerstdagen.